Het leek even een openingsstunt. Op de dag dat het Verzetsmuseum een inzamelingsactie hield van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog, werd 's nachts een verdacht pakketje op de stoep van het museum gelegd. De straat bij het Fries Museum was afgezet en daardoor kwam de inleverdag iets later op gang. Menno Leenstra was de eerste die met een grote tas met paperassen in het museum binnenkwam. Zijn vader, Roel Leenstra, was voorlichter in de oorlog en verzamelde een aantal complete knipselkranten. Menno, een enorme zak van de mediamarkt. Wat zit erin? Dus niks van de mediamarkt, maar mijn vader is hier vroeger in Leeuwarden journalist geweest. Als laatste bij de Leeuwarden krant en een hele tijd daarvoor bij de prijsbeheersing in de oorlog. Die is in januari in Hardegrijp overleden en bij het opruimen van alle papieren kwamen we een soort van boekwerk tegen. Wat we wel wisten dat er was, maar eigenlijk nooit hadden ingekeken. En nu ik het nog eens bekeek, dacht ik dat dat hier voor het museum misschien wel interessant was. 43-44 heeft hij voor intern daar een knipseldienst gedaan, eigenlijk waar ze alle berichtjes die er in de pers verschenen over wat die prijsbeheersing deed, over zwarte handel en dergelijke, die heeft hij verzameld, op pakpapier ongeveer geplakt. Dit is nummer 1, daar staat verder nog geen jaartal op. Nou, dit soort tekeningetjes maakte mijn vader dus, maar groentehandelaar en bedrogen klanten, 3000 bakkers gecontroleerd bericht gewicht van hun brood. Al zulke soort kleine dingen verschenen. Dit is dan deel 2, daar heeft hij dus ook de datum in de tijd op gezet. Was dat nou eigenlijk in dienst van de Duitsers? Nee, dat was dus eigenlijk in dienst van de Nederlandse overheid. Die natuurlijk wel onder beheer van de Duitsers stond. Maar het had dus eigenlijk alleen maar te maken met het zorgen dat de voedselprijzen niet werden opgedreven. Daar kwam het eigenlijk op neer. Dat, voor conservator Hans Groeneweg van het Verzetsmuseum was dit precies de vangst waarop hij gehoopt had. Dit is precies waar het om gaat vandaag. Vooral de combinatie van object en verhaal, er nog wat bij te vertellen, maakt dat het toegankelijker wordt ook voor de mensen die er niet een persoonlijke binding mee hebben. Nee. Dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dit is mooi. Een ander persoonsdocument van mijn vader, wat is dat, bewaren we zelf wel. Maar hij is eigenlijk toen een dagboek, vanaf zijn huwelijk een dagboek bij gaan houden. Ja. En dit is dus eerst hoe zij in daar de eerste jaren van haar trouwen voel in Friesland. Dit is het begin van, dus heb ik één kopietje van gemaakt. Dat is heel mooi. Dit was de skitonne waarmee ze dus weg moesten. Ja, dit is het waterhaal. Die ijsbaantent was natuurlijk niet een luxe gelegenheid. Maar daar hebben ze zo lang gewoond.